En zometeen weer een nieuwe uitzending van DBC Nieuws van woensdag 31 januari. En ja, daarin vooral veel muziek, kunst, cultuur en carnaval. Nou, die rivier de Nijl was heel erg belangrijk in die tijd. Alle mensen in Egypte waren op de een of andere manier afhankelijk van die rivier de Nijl. Ja. Heel belangrijk voor onder andere transport. Maar die zorgde ook vooral voor de irrigatie. Nu bij Plus. Mario Kart Coins. Hé, hey, Mario. Die had ik nog niet. Spaar ze alle 24. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Papier-mâché, verf, graffiti, kosten nog moeite worden gespaard bij de bouw van een spectaculaire carnavalswagen. Tientallen wagenbouwers in Bokstel treffen al maandenlang voorbereidingen voor de grote eendentrek. DBC Nieuws nam een kijkje bij Buurtschap West, waarin jong en oud een bijdrage levert. We zijn hier in Buurtschap West. Ze zijn druk bezig om hun carnavalswagen te bouwen. Er wordt met mannenmacht hier gewerkt. En hier staat Cindy. Wij zijn begonnen in de kerstvakantie. Het is natuurlijk nu kort dag, hè? Carnaval vroeg in het jaar. Dus in de kerstvakantie zijn wij begonnen met het slopen van de wagen. En het verzamelen van de materialen. En de tekening maken hoe we het wilden hebben. Hoe ontstaat het idee eigenlijk? Veel rondneuzen op Marktplaats. Ideeën een beetje weghalen bij anderen en dan combineren met wat is leuk in Bokstel, wat is nu actueel in Bokstel en waar kunnen we iets mee. Dus het is een combinatie van ideeën ergens lenen en zelf creatief zijn. De bende van West komt eraan. Dus alle kinderen zijn druk met hun eigen creatie te versieren. En op zondag doen wij mee met 55 mensen, waarvan toch wel 20 kinderen zeker ook wel. En willen we toch wel even stilstaan bij het feestje wat de carnaval dit jaar aan het vieren is. Jolijn, wat vind jij nou zo leuk om hier aan te werken? Omdat je het zelf kan maken. Waarom nou met carnaval? Omdat het dan is het gewoon gezellig en zo. We hebben een vaste bouwclub eigenlijk wel ingericht, want dat werkt makkelijk. Want dan heb je een vast clubje wat er is en wat weet wat ze moeten doen. We maken van tevoren altijd een moodboard met hoe het ongeveer eruit moet komen zien en wat schetsen. En de mannen die kunnen lassen, kunnen timmeren en handig zijn. En langzaamaan schalen we op tot de kindjes ook mee kunnen doen met voor het eerst dit jaar papier-mâché. Dus dat is ontzettend leuk dat ze konden helpen. En schilderen en kleine dingetjes losmaken. En waar ze kunnen helpen, laten we ze helpen. Want het moet ook vooral ook hun dingetje zijn. Wat is nou het spannendste bij het maken van zo'n wagen? Spannend. Sowieso is voor ons dit jaar wel spannend, omdat we voor het eerst zonder SRV-wagen gaan. Die hebben we echt ver ommanteld en daar kan niet iedereen mee in, zeg maar. Dus we hebben echt een papier-mâché, wat voor ons nieuw is. Je moet iedereen ook aankleden en iedereen moet een act doen en we moeten iedereen iets kunnen laten doen. Dus we zijn wel lang bezig met hoe vullen we dat samen in. Maar het komt altijd goed. Voor de waggelaars die echt niet tot volgende week konden wachten, werd zondag het Carnavals Kriebelsconcert gehouden in Bokstel. 5 muziekkapellen lieten zondag in Grand Café Rembrandt zien dat ze volledig klaar zijn voor het Leutfeest. De Funkapel uit Berlicum, Bindegek uit Rosmalen en Koest uit Eindhoven waren uitgenodigd en maakten indruk. En uiteraard stonden er ook enkele Bokstelse kapellen op het podium. De Volle Blaas en de Achema van Huisaf Band. Carnavalsprins Donald V en zijn gevolgen brachten een bezoek aan het muziekfeest en hoorden dat de stemming voor aankomende carnaval er goed in zat. Ja, iets heel anders dan. De Jonkers van der Velde Cultuurprijs. Iedere 5 jaar wordt deze Bokselse onderscheiding uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt op cultureel of cultuurhistorisch vlak. DBC Nieuws sprak met Ine Jonkers van der Velde en Ruud van Nooijen over die bijzondere prijs en blik terug op de vorige prijswinnaars. Wij zijn betrokken geraakt bij de Jonkers van der Velde Cultuurprijs, omdat wij eind 2012 afscheid hebben genomen van ons bedrijf. Wij hebben gemeend om iets te kunnen doen voor de mensen die in Bokstel wonen en om de Bokstelse cultuur te stimuleren. En zodoende hebben wij daar de Jonkers van der Velde Cultuurprijs onderdeel van uit willen laten maken. En nu zijn we dus 5 jaar verder en wordt het in november weer uitgereikt.
De Jonkers van der Velde Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro. Die mag de winnaar besteden aan een cultureel of cultuurhistorisch project. Hij krijgt een persoonlijk aandenken en een oorkonde. En in 2013 hadden we een drievoudige prijswinnaar bestaande uit Boksel Vooruit. Die was aanwezig in de persoon van voorzitter Wim Ketelaars, Paul Hermans als leider van de Jaste Krijstampengroep. En Theo van den Aken kreeg toebedeeld de persoonlijke prijs bestaande uit een glazen schaal met de tekst Jonkers van der Velde Cultuurprijs 2013 en de afbeelding van Hendrik Verhees. Die in 1949 mede-initiatiefnemer en geestelijke vader was van reus Jas de Krijstamper. En vele tientallen jaren daarna het brein was achter dit boekbeeld van hardwerkende Bokselse mensen. U weet het al, u hebt het begrepen. Theo van der Aken. Ik moet zeggen dat het bij mij is overgekomen als een vervroegde zalenverklaring. Ruud, wie komen er eigenlijk voor de cultuurprijs in aanmerking? Nou, iedereen in Boksel die meent dat hij iets op cultureel of cultuurhistorisch gebied te bieden heeft. Die denkt dat, dat er een project wordt gerealiseerd in Boksel of kan worden gerealiseerd. Die kan zichzelf aanmelden, maar een ander kan ook hem aanmelden. Dus het werkt aan beide kanten. Het kan gebeuren tot 2 augustus aanstaande. Aanmelden voor deze cultuurprijs kan via de stichting Boksel Vooruit. Ja, dat er in Boksel genoeg te beleven valt op cultureel vlak, dat bewezen de leerlingen van Modern Classic Music School zaterdag in de Spelenlier wel. In de basisschool vond MC een plucht plaats. En leerlingen van de muziekschool stonden een avond lang in de hoofdrol en verzorgden pop, jazz en reggae optredens onder begeleiding van docenten Jeroen en Charlotte Pennings. De 100 bezoekers genoten en de jonge muzikanten ook. De meest gestelde vraag na afloop was dan ook: mogen we nog een keertje? Muziek is er voor jong en ook voor oud. Zo trad seniorenorkest Boegestelle zondag op in de zaal waar zij wekelijks op vrijdagochtend repeteert. Muziekhuis Boksel aan de passage Ries stroomde vol voor de ruim 40 muzikanten. Zij vertolkten voor de pauze vrolijke deuntjes als het Italiaanse Tiritomba. Maar ook Mr. Sandman, waarmee Emily Lou Harris in 1981 de Nederlandse top 40 stond. En een medley uit Ja zuster, nee zuster. Trombonist Kees van der Laak soleerde in zijn eigen arrangement van La Mamba van Charles Aznavour. En na de pauze speelde seniorenharmonie Da Capo uit Den Bosch. En van muziek naar een andere culturele discipline, poëzie. Groep 8 van de Sint-Petrusschool in Boksel kreeg maandag een lesje dichtkunst van Victor Vroomkoning. Het pseudoniem van oud-bokselaar Walter van der Laag. Zijn werk is op allerlei plekken in Boksel te zien. Mijn gedichten die zijn ook te zien buiten de boeken om. Voordat je de school binnenkomt, voordat je te hek binnenkomt, aan de rechterkant heb je een gedicht van mij en dat heet Het Koren. Victor Vroomkoning is mijn pseudoniem. Dat wil zeggen een schuilnaam. Ik heb dus een andere naam als ik schrijf dan zoals ik heet. Een dichter is een tovenaar. Hij tovert woorden bij elkaar die zo tezamenkomen als beelden doen in dromen. Een dichter is een taalatleet die alle woorden die hij weet. Wat zie je nou ogenblikkelijk dat anders is dan dat je bijvoorbeeld een krant ziet of een tijdschrift of weet ik wat? Ja? Het rijmt. Het rijmt. Het rijmt. Dat heb jij hier goed bekeken. Het rijmt. Een gedicht dat is vaak een klein compact lichaampje op 1 pagina. Het ligt voor de hand om een gedicht te schrijven over die brug. Maar ik vond het interessanter om iets te gaan schrijven over wat je eigenlijk nauwelijks ziet op dat schilderij. Waardoor je weer de aandacht trekt naar iets wat je normaal gesproken niet ziet. Het gedicht gebruikt mij eigenlijk om het te komen. Zoals een baby een moeder gebruikt om het te zijn. Ja, dat, ik weet niet of jullie daar ooit over nagedacht hebben. Maar jullie waren er misschien al lang voordat je geboren werd. En die moeder die was er om, hop, daar is die, om dat te laten zien. Zo beschouw ik de gedichten ook. Ik ben eigenlijk het hulpje of het slaafje van het gedicht. De dichtles van Victor Vroomkoning is vastgelegd op beeld en wordt binnenkort gebruikt op diverse basisscholen in Boksel.
Dit was DBC Nieuws voor deze week. En heeft u nog nieuwstips voor de volgende uitzending? Geef deze dan door aan Omroep Dommeland of Brabant Centrum. Voor nu dank ik u voor het kijken en graag zien we u volgende keer weer terug.